Ja, en nog zo'n bedrijf om trots op te zijn, Flisco in Helmond. En ja, Lambrek-vrienden hebben... Vriendenkring van Gaal moet het zijn, dames en heren. Die hebben hier iets heel moois van gemaakt. Gemaakt in Helmond, gewild in Afrika. En dan gaat het over de stoffen die wij hier never nooit niet aantrekken. Maar waarvan heel Afrika zegt, dat vind ik zo mooi, zo exclusief. Dat is wat voor ons Armani en Versace is. Ja, precies. Er wordt er zeer veel gedragen. En wat ik heel mooi vind hier is dat ze beelden het uit met Hollandse modellen. Die Afrikaanse toets hebben met z'n allen. Maar gewoon ook geen moeite doen om het allemaal echt Afrikaans te laten zijn. Hier ook weer. Je ziet de hele groep zie je die wagen voorttrekken als het ware. In gewaden die nog recht van de rol komen. Ja, ja. Prachtig. We kijken de hoofddeksels. Fantastisch toch? Ja. Feestelijk ook, deze wagen. Ja, de kleermakers. Wordt er even wat op maat gemaakt, zie ik. Ja. Nou, stof genoeg zou ik zeggen, want... Rollen met stof. Kijk eens, een enorme neushoorn. Een symbool van Afrika, een groot grijs beest. Ja. En dan zie je nu in één keer de kleur binnenrollen. De kleur die Flisco aan Afrika geeft. Ja, en het is ook niet iets recents, hè? Want het is al 170 jaar populair in Afrika. De Dutch Wax van Flisco en Helmond. Dat is ook zo mooi dat wij allemaal gewend zijn aan dit soort stoffen. Die we allemaal kennen uit de foto's van Afrika. Ja. En niet van hier. Nee, zoals ze hier gemaakt worden. Eigenlijk. Ja. Een hele gekke wending in de geschiedenis. Ja. Maar heel bijzonder. Waar wij zo even aan voorbij gaan, is de mechaniek die erachter zit om ervoor te zorgen dat deze stof op de wagen omhoog komt en weer naar beneden gaat. Want dat ziet er ook allemaal echt... Helemaal slim aangepakt. Het is echt allemaal relatief simpel, maar wel heel goed gemaakt allemaal. Ook hier weer al die vaklieden die met plezier een week doen, hè? Ja. Ja, dus het lijkt wel een thema dit jaar. En de modellen met de Afrikaanse toets. Ja. Ja, en voor het geval u zich dat thuis afvraagt, ja, dat zijn inderdaad grote rollen die met de hand worden bewogen vandaag. En je ziet niet zo heel veel mechaniek achter verder. Nee, dus daar kan ook niks kapot, dat is fijn eraan. Ja. Ja, maar het hoeft vaak niet ingewikkeld te zijn om toch heel bijzonder te zijn en heel indrukwekkend te zijn. Het is eigenlijk een relatief simpele wagen als je hem goed bekijkt, maar... Ja, zo vernuftig bedacht allemaal. En al die mooie pakken die erop liggen met labels eraan waar ik naartoe moet. En de allerkleinste deelnemers. Ja. Ja, maar dat heb je best zo'n vriendenkring. Er zit hier een lid of 130, 135 bij. En ja, van groot naar klein, het doet allemaal mee. Ze doen mee en ze zijn op de bouwplaats ook vaak aanwezig. En vanaf een bepaalde leeftijd mogen ze vaak ook mee bouwen. De ene plaats wat vroeger dan de andere. Ja. Maar er wordt ook verantwoordelijkheid voor genomen om de kinderen wat te leren. En die groeien er zelf in. Dat is het mooie ervan. Meedoen is ook meewerken. Ja. En dat leer je. En dan ga je zo samen dit soort dingen aan. Er zijn ook een paar van de spelers een beetje onder de indruk zo te zien van wat allemaal gebeurt onder. Ja, vooral van de camera zou ik eens. Ja, kom op televisie, hè. Ja. Feestelijke wagen van de vriendenkring van Gaal. En ik weet niet of u het gezien hebt van de week, maar een van de Van Galen
Hebben wij volgens mij ook nog gezien in een filmpje van de Brabantse Dag, een promofilmpje. Ja, hilarisch. Er werd al enige tijd gezegd, jij lijkt wel heel erg veel op die meneer uit de reclame van de Staatsloterij. Ja. Nou, en dat hebben ze even laten zien. Zoekt het maar eens op als je dat wil.